Vandaag is het de dag van de 60ste wielerronde van Heemskerk. Toch niet. Coronamaatregelen en massale gezelligheid gaan niet samen. Dat zet een streep door het volksfeest 2020. Maar we gaan niet in een hoekje zitten treuren. Geen volk, toch feest. Met dat motto staan we de hele kermisweek lang elke dag stil bij hoe mooi het feest dit jaar had kunnen zijn. Met aan het eind van elke uitzending een prijsvraag met kans op een Heemskerkse horecabon om toch een klein feestje te vieren. Aan tafel Jos Nieste, oud-voorzitter en icoon van de Stichting Wielercomité Heemskerk. Jos, jouw dag had er vandaag eigenlijk heel anders uit moeten zien. Ja, in principe wel, want op deze dag, dan komt 's ochtends om 7:30, komen de eerste bij mij op locatie aan de Zuiderweendweg binnen druppelen. En dat zijn dus de vrijwilligers die de hekken neer gaan zetten. De Amstelbus die staat al bij ons, dat is voor de gasten. En dan gaan de dames de lunchpakketten klaarmaken. Dus op zich, op deze dag, 's ochtends om 8:00, dan zitten bij mij al 30 man in de schuur. En hoe lang organiseer je dit eigenlijk al? In 1984 werd ik gevraagd door de horeca Heemskerk, onder leiding nog van de toenmalige voorzitter van de horeca Willem Mudde en Kees Dam, om de ronde nieuw leven in te blazen. En dat heb ik met een paar mensen gedaan, waarvan er op dit moment geen een meer over is. Ik ben er nog steeds bij betrokken. Ik heb één editie niet meegemaakt en dat was de editie van 85. Maar dat kwam omdat we op woensdag nog de wielerronde hadden en de horeca wilde naar de zondag toe. Maar op zondag waren nog diverse wedstrijden. En toen hebben wij gezegd, we doen het ook in samenwerking met BSC Kennemerland. Nou, dan moeten we nog een ronde afwachten, maar de horeca wilde niet. En toen hebben ze op zondag 1985 de wielerronde georganiseerd zonder mij, want ik stond er niet achter. Dat werd een succes, maar financieel een fiasco. En toen heb ik me sterk gemaakt om het tekort om dat aan te vullen, maar wel met de afspraak dat de mensen die er toen bij betrokken waren, dat die zouden stoppen en dat wij het dan over zouden nemen. En dat is vanaf 1986 weer gebeurd en toen zijn we wel naar de zondag verhuisd. Wat drijft jou nou om dit mooie evenement te organiseren? Nou, dat zijn een aantal dingen. Ten eerste doe ik het voor de Heemskerkse bevolking om een mooie dag aan te bieden. Voor BSC Kennemerland, de wielerclub. Maar ook voor de jeugd om ze te laten betrokken zijn bij de wielerronde. En dat is tot op heden heel goed gelukt. Want het is nog een organisatie, maar wat houdt de organisatie nou eigenlijk op de been en al die vrijwilligers die dit ieder jaar gewoon weer samen heel groot en heel mooi maken? Nou, zoals je weet kom ik uit de schaatssport en daar ben ik ook nog steeds vicevoorzitter van IJsclub Kees Jongert. Alle leden van Kees Jongert voelen zich betrokken, dus wij zetten allemaal vrijwilligers in van de IJsclub en dat vinden we ook heel mooi dat we die samenwerking met elkaar hebben. Als je dat terugblikt over al die edities, wat is dan de meest memorabele editie en dan ook waarom? Nou, de meest memorabele vind ik zelf die van 2010 en dat was de 50ste. We hadden op vrijdag in de Jansheren, die als eerste voor ons geopend werd, hadden we een expositie. Maar zondags hadden we dus een prachtige mooie Dernie-koers, maar onder stortbuien moest het gebeuren. De speaker Jan Burger was ziek en die belde 's ochtends vroeg af. Dat moesten we oplossen. Dus uiteindelijk was het zo dat ik in de stromende regen de reclamespeaker werd en Ben van Duin de speaker van de wielerkoers. We hebben het hartstikke goed opgelost, maar we waren na afloop door en door nat. En de Dernie-koers was een schitterende wedstrijd, maar onder invloed van de stortregens kregen we een mooie winnaar in de vorm van Michael Fingerling, die later nog prof geworden is.
Jos, wat ga jij nou doen op deze dag zonder 60ste wielerronde en een week zonder kermis? Nou, ik ga lekker naar de Tour de France kijken. En er zitten twee renners in de Tour de France die hier in Heemskerk gewonnen hebben. Dat is Kees Bol en Jetse Bol. Met Jacco Nak, een van jullie bestuursleden, hebben we het parcours eens verkend. En zullen we daar eens een stukje naar gaan kijken? Dat gaan we doen. De bocht van de Ruistelstraat en de Kerkweg. Het drukste stukje van het parcours. Dit is waar het gebeurt ieder jaar. Alleen is het nu business as usual. Behalve dan voor Jacco Nak van het wielercomité. Nee, vandaag is het iets anders. Normaal staat het hier zwart van de mensen. Komt het peloton daar vandaan aanstormen de Kerkweg op. Maar vandaag is helemaal niets. Vandaag hoeven we geen wielrenners en publiek te scheiden. Het staat hier altijd zwart en vol met mensen. Maar vandaag dus helemaal niets. Voor ons is dit altijd wel een uitdagend puntje, ook voor de wielrenners zelf. We moeten zorgen dat de wielrenners vrij baan houden en we moeten zorgen dat het publiek niet op het parcours komt. En ook de spulletjes die het publiek hier gebruikt niet op het parcours komen. En dan denk ik vooral aan de glaasjes, want het gaat hier hard 's middags. Niet alleen met de wielrenners, maar vooral ook met de mensen die hier een gezellig biertje tappen. En ja, dat missen we dit jaar. De wielerronde begint elk jaar met de jongste deelnemertjes, de Brandjes Dikke Bandenrace. Er is altijd enorm veel animo voor deze Dikke Bandenrace vanuit de Heemskerkse jeugd. En voor ons is het de meest chaotische start van de dag die je maar kan wensen. Die jonge verdettes die zijn niet te houden, die staan altijd te stijgeren. Dus wat wij doen is ze in aparte startvakjes opstellen, want het gaat op leeftijdscategorie. Maar daar hebben die kinderen helemaal geen boodschap aan. Die willen gewoon zo hard mogelijk hier fietsen. En die knallen hier door die bocht alsof ze niet anders gedaan hebben. Altijd volle bak, maar dan moeten ze nog zo'n end. En die jongste categorie, die moet een vol rondje en dat is al heel wat. En de oudste categorie rijdt 3 rondjes en die komen echt helemaal afgeknoedeld over de finish. Maar het is voor ons altijd de ultieme start van zo'n dag. Er komt meteen heel veel volk op af. Broertjes, zusjes, papa's, mama's, ooms, tantes. En de hoop die wij altijd hebben is dat er vanuit al die jonge gasten iemand tussen zit die doorgroeit. Die het leuk vindt en die een paar jaar later tussen de grote renners in zijn of haar koers rijdt. Het is een feest, de Dikke Bandenrace. Eén groot feest. Na elk onderdeel is er een feestelijke huldiging en volgt een ereronde. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Jacco zorgt wel dat de juiste renners op het erepodium worden toegejuicht. Nou, niet helemaal. Uiteindelijk is het de KMU-jury die bepaalt hoe de aankomst is en wie nummers 1, 2 en 3 worden, om het zo maar te zeggen. De taak van het wielercomité is vooral te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft, dat het parcours dicht is en dat is op zich al een uitdaging. Er wordt menigmaal aan de hekken gemorreld om hem toch maar open te doen. Maar wij zorgen dat het parcours dicht is, het parcours veilig. De taak van de jury, de KMU-jury, is om de wedstrijd op te nemen. Zodra het startschot gelost is, geven wij het als organiserend comité in feite uit handen aan de jury. En aan het eind van die wedstrijd vertelt de jury ons wie 1, 2, 3 zijn geworden. En samen met wat assistentie gaan wij ze dan op het podium zetten, huldigen en krijgen ze de eer en het applaus wat ze toekomt. Met als einde een mooie ereronde door het dorp op vaak een van de gesponsorde auto's. Meestal is Nistcar de partij die ons prachtige ereronde auto's ter beschikking stelt. Geen volksfeest, dus weinig volk vandaag bij Brasserie 38. Jasper Hoogland, eigenaar van Brasserie 38. Wat zou zich hier normaal gesproken vandaag hebben afgespeeld? Ja, dan hebben we 's ochtends het comité van de wielerronde, het wielercomité. Er komen lekker koffie en gebak, eten en drinken. Na de voorbereidingen van het neerzetten van het parcours. Daarna hebben we de inschrijving van de Dikke Bandenrace, de ronde voor de kinderen. En daarna hebben we feest. Dan komen hier hele gezinnen, vriendengroepen, die komen lekker genieten van mooi weer, biertje en wat rondrennende wielrenners. Ja, normaal gesproken leef je toe naar zo'n kermisweek, maar nu is het de afgelopen periode bepaald geen kermis geweest. Nee. Hoe ben je door de coronacrisis heen gekomen? Het was wel stressvol. We hebben gelukkig de mogelijkheid gehad om een verkooppunt in te richten bij ons in de brasserie.
waar we magnetronmaaltijden, luxe magnetronmaaltijden aanbieden aan de mensen. En daar is gretig aftrek van genomen. Dus wij hebben op die manier ons hoofd nog wel boven water kunnen houden. Iedereen netjes kunnen betalen. En naartoe gewerkt dat we weer open kunnen. Weliswaar zonder feestweek. Maar wel weer met onze reguliere gasten. Leuk kunnen ontvangen in het restaurant. Ja, want we missen nu het grootste feest van het jaar voor Heemskerk. Ja. Wat betekent het volksfeest Heemskerk voor jou? Het is een weerzien met bekenden. Het is een gezelligheid, het is feest. Het is, mensen die laten echt eventjes alles hangen en alles gaan. Alle problemen die ze kennen voor en na de kermis laten ze los. We hebben muziek, we hebben drankjes. En het is voor ons ook een manier om ons op een andere manier te profileren dan het restaurant wat we zijn. We hebben een grote tent buiten, barren, DJ's, feest. Dat missen we nu. En dat is wel spijtig. Dit jaar ziet er dus het Heemskerkse volksfeest er heel anders uit. Ja. Wat zijn jouw plannen tijdens de oorspronkelijke feestweek? Wat gaan jullie nu doen? Heel saai. Ik ga gewoon open. Mensen die toch aandacht willen besteden aan het feit dat het feestweek zou zijn geweest, kunnen mij lekker op het terras komen zitten met een biertje, met een hapje, met een drankje. En dan gaan we gewoon normaal restaurant voeren. Helaas, dit jaar niet. Volgend jaar weer. Even nog een heel andere vraag. Waar komt de naam Brasserie 38 vandaan? Het ligt heel erg voor de hand. Het is het huisnummer. Ja. Het is niet je favoriete wielrenner of zo? Nee, en nog niet mijn leeftijd. Ook niet. Nee. Fantastisch. Hey, veel plezier tijdens de feestweek die toch niet echt Dankjewel. Een feestweek is. Komt goed. Van Brasserie 38 weer terug bij Grand Café van Ruisdaal. Monique Witvoet, jij bent de bedrijfsleider hier bij Ruisdaal. Tijdens de wielerronde zouden jullie het hier heel erg druk moeten hebben. Ja. Hoe is dat vandaag? Ja, het is iets anders natuurlijk. Ik mis de hekken, ik mis de luidspreker, de omroeper, de fietsers, de bar, de muziek, het publiek. Ja, dat missen we. Nu is het zo dat die voorbereidingen eigenlijk al heel vroeg beginnen in het jaar. Maar wat moet er zoal gebeuren hier om het helemaal klaar te krijgen? Je moet je vergunningen aanvragen. De tent regelen, de bar, de muziek natuurlijk. En personeel moet ook geregeld worden natuurlijk. Ja. Want de coronacrisis heeft natuurlijk een verschrikkelijk grote impact op de horeca. Ook bij jullie, denk ik. Nu hadden jullie net verbouwd moeten hebben hier. Hoe ziet dat er nu uit? Ja, we zijn na de verbouwing 2 weken open geweest. En toen moesten we verplicht dicht. En 1 juni mochten we gelukkig weer open. Natuurlijk wel met de nodige beperkingen nog. Maar wij proberen zo goed en zo kwaad als het kan ons aan de regels te houden. En dat lukt eigenlijk heel erg goed met alle aanpassingen die we nu hebben en alle verplichtingen. Geen tent, geen buitenbar, geen live muziek, geen bier in plastic. Ja, het restaurant is de komende dagen gewoon open. Welke horecabeleving bieden jullie gasten deze kermisloze week? Ja, wij zijn nu open, business as usual. En we verwachten natuurlijk wel wat gasten die even goed gezellig een biertje komen drinken vandaag. En de komende dagen uiteraard. En iedereen is welkom. Wat gaan jullie nou missen aan het volksfeest wat er niet is dit jaar? Ja, alles. Ik ga echt alles missen daaraan. Maar vooral ook het publiek. En dat is zo gezellig. We hebben altijd een heel fijn, gezellig publiek. Die houden wel van een feestje en dat kunnen ze ook leuk vieren. En je spreekt met de kermis altijd net weer iemand die je een jaar niet ziet. En dat ga je gewoon missen. Ook het werken met de collega's. Ja, het is altijd heel erg gezellig. Het is natuurlijk wel zo dat ieder nadeel ook zijn voordeel heeft. Wat is nou het voordeel deze week zonder kermis? Eigenlijk niet. Ik vind het echt ontzettend leuk met werken met de kermis. Maar als ik iets moet noemen, dan is het enige voordeel dat de nachten nu wat langer zijn. Je iets langer kunt slapen. Ja, dat is het enige voordeel. We gaan weer even kijken naar de ronde van Heemskerk die dit jaar niet verreden wordt. En dat doen we met wielrenner Sander Loormans. En daarna komen we weer terug bij Monique Witvoet en met de vraag van vandaag.
Volgend jaar is hopelijk alles weer als vanouds. Heemskerker Sander Lormans stond meermalen op het podium. Zijn naam staat voor altijd in de wisseltrofee gebeiteld. Gaat hij volgend jaar weer voor de winst? Ik hoop het wel. Ik hoop dat alles weer terug naar normaal is. En dat er een podium staat, dat er hekken staan. Dat ik een speaker hoor galmen door de straten van Heemskerk. En natuurlijk ook dat er een hoop publiek langs de kant staat. Die zich waarschijnlijk vermaken met een biertje en niet echt op de wielerronde letten. Maar het is altijd een heel gezellig rondje. En helemaal als het mooi weer is en er echt veel publiek langs de kant staat. Dus ik heb heel wat jaren hier al met veel plezier in de ronde gereden. Als elite renner en de laatste jaren dan een stapje lager als sportklasse renner. En ja, ik hoop het volgend jaar toch wel weer te kunnen doen. Een fanatiek coureur blijft ook in een tijd zonder wielerkoersen in conditie. Op de openbare weg lijkt het aantal wielrenners zich snel te vermenigvuldigen. Gezellig of gevaarlijk? In het begin was het wel echt even winnen. Van welke kant gaat het op? Er was ook natuurlijk een reclamecampagne vanuit de KNWU. Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten, die bijvoorbeeld al de kreet de rijdt solo. Om elkaar vooral niet te besmetten. En dan was het ook voornamelijk in mijn geval ook toch wel zelf een rondje om. De laatste weken, de laatste maanden worden we misschien toch wel weer wat makkelijker. En zie je... Ja, een hoop groepjes en echt recreanten zie je toch wel in grote getalen op de weg en zo allemaal. Nou ja, ik moet zelf zeggen, ik heb wel, ik fiets gewoon, ik fiets ook nog wel naar werk en zo. Maar ik heb niet echt een doel nu, omdat er gewedstrijden zijn of iets dergelijks waar ik naartoe kan leven of naartoe kan uitkijken. En mijn broertje is recentelijk verhuisd, dus ik ben eigenlijk vooral daar druk mee geweest. Toch wat minder met het fietsen. Ik fiets natuurlijk nog wel, dat vind ik veel te leuk. Maar om nou echt te zeggen dat ik heel fanatiek elke dag opstap en maar helemaal in het zweet werk, totaal niet eigenlijk. De wielerronde is een mooie aftrap voor de Heemskerkse kermis. Maar wat als er voor Sander een wielerkoers op het programma staat in het weekend na de kermis? Gaat dat, rijden onder invloed? Ja, ik moet heel eerlijk bekennen van wel, ja. Nee, ik ken wielrenners die zijn echt heel fanatiek geweest en die hebben eigenlijk alleen maar een colaatje in gedronken en water en verder helemaal niks anders. Maar ik ben best wel laat begonnen met wielrennen en ik heb wel heel lang op atletiek gezeten. Zeg maar tot jaren 15 of 16 of iets dergelijks en daarmee gestopt. Toen heel veel in de kroeg gezeten en pas later weer begonnen met mountainbiken en met wielrennen. Dus, ik ken ook misschien de andere kant van de medaille en dat heb ik ook wel gewoon door de seizoenen met het fietsen ook wel gedaan. Dat ik gewoon naar de kermis ging of naar de kroeg ging en daarna een rondje om de kerk moest fietsen. En dan moet ik wel heel eerlijk bekennen, als het een grote wedstrijd was, een klassieker of iets dergelijks, waar wij dan bijvoorbeeld met de ploeg van vroeger, Ruit de Dakkapelle, waar ik toen de tijd reed, naartoe ging. Ja, dan kan je het natuurlijk niet maken om, als je dan gezamenlijk als team heen gaat, om je eigen dan helemaal haveloos te bezatten. En dan 's morgens weer vroeg op te staan en dan te verwachten dat je nog een knappe prestatie kan neerzetten. Maar het voordeel van die criteriums is dat ze heel vaak pas op de zondagmiddag waren. Laat in de middag, 3 uur, 4 uur of iets dergelijks. Dus dan kan je de zaterdagavond nog best wel even de kroeg induiken en het wat later maken, zo gezegd. Maar ja, en hoe het dan uitpakt, dat is ook heel wisselend. Ik heb wel gehad echt dat ik over de finish kwam en stond te trillen en te beven. Dat je dacht van nou, dit is toch niet goed. Maar ik heb ook wel eens verrassend goed gereden. Dat ik er eigenlijk niet heel veel last van had. Dus, de laatste jaren, ik ben al lang de 18 gepasseerd. Dus is die tijd ook wel een beetje geweest hoor. Dat doen we dat niet meer. Tot zover de dag van de wielerronde. Tijd voor de vraag van vandaag. Doe elke dag mee en stuur je antwoord in. Of stuur ze alle 6 tegelijkertijd aan het eind van deze serie. Vandaag de vraag van Monique Witvoet. De hoeveelste Heemskerkse wielerronde had vandaag verreden moeten worden? Stuur je antwoord naar tv@omroepheemskerk.nl. Onder de inzenders met de meeste goede antwoorden verloten wij de mooie horeca cadeaubonnen. Zo vier je in ieder geval nog wel feest. Heemskerk, goede kermisweek, ook al is het in een hele andere vorm. Nou, ik kan je wel stellen. Wij nemen gewoon een biertje en genieten van het leven. Zorg dat je veilig blijft. De mazzel, hè? Proost. Gasten. Hey.